Zoals in Borselen bijvoorbeeld. Dat komt omdat men de bevolking in het oog wil houden. En om nou zo 1, 2, 3 iemand daar op lukraak op straat te arresteren. Ja, inderdaad, dat zet erg veel kwaad bloed. En men probeert dat altijd op een subtiele manier. Hè? Men probeert ook in te grijpen op het juiste moment. Men zou de Sinterklaas-methode wel kunnen vergelijken met de KGB. En tot zover Jan Dekkers, tot zover ook Jan Ruys, tot zover Wereldblik, tot straks. Weer terug bij Wereldblik en welkom. Voordat Jan Ruys verder gaat met doctorandus Jan Dekkers, is er telefoon. Zegt u het maar. Ja, kijk, jullie hebben nog wel steeds over die Sinterklaas, hè? Die Sinterklaas praten jullie nou de hele tijd over. Daar zit ik nou wel naar te luisteren. Ja. Maar ik kan wel merken, jullie zijn nogal jonge journalisten, zal ik maar zeggen. En kijk, jullie hebben dus de oorlog niet meegemaakt. Maar ik vraag mij dus dan wel eens af, hoe zat dat in de oorlog met Sinterklaas? Want volgens mij was het dus goed fout, hè? Volgens mij was het goed fout. Ik was dus zelf vrij jong in de oorlog. En ik heb dus persoonlijk nooit wat van hem gekregen. Terwijl ik een oom had die bij het verzet was. Ja. En nou, kijk, dat is voor mij dus wel een overduidelijke zaak. Hallo meneer. Is voor mij dus een overduidelijke zaak. Voor mij was die fout, hoor, in de oorlog. Ja. Mag ik u hartelijk danken voor uw reactie? Ja, want kijk, gaat daar maar eens achteraan dus. Nee? Ja, Jan, ik vrees dat we dit op dit ogenblik even buiten beschouwing moeten laten. Inderdaad, Tom. Jan Dekkers, doctorandus Jan Dekkers. Na alles wat we nu gehoord hebben, vraag ik me toch wel af, kan dit allemaal zomaar doorgaan? Dat kan natuurlijk niet doorgaan, aangezien dit natuurlijk een regelrechte bedreiging is van A, de democratie, en B, van de rechtsstaat. Hier moet paal en perk aan worden gesteld. En gelukkig zijn er al enkele Kamerleden die hier vragen over hebben gesteld, al of niet schriftelijk. Het is heel moeilijk, aangezien de meeste dossiers in Spanje zitten. En bij de BVD natuurlijk. Je kan alle dingen aan de weet komen, maar het Sinterklaasdossier, nee, dat niet. Er schijnt ergens in een enorme kluis met een gigantisch groot, dik rood boek, hè, daar staat dat kruis op. En er zijn allerlei namen staan daarin met gegevens. En dat boek is door de eeuw heen is dat dikker geworden. Er wordt wel degelijk gebruik gemaakt van die gegevens. Je moet ook niet vergeten, hè, dat Sinterklaas eigenlijk een verlengstuk is geweest van de Inquisitie. En dat heeft zich op allerlei gebieden heeft ze dat voortgezet. Niet geringe uitspraken van doctorandus Jan Dekkers, historicus. Keiharde bewijzen voor zijn stellingen zijn echter moeilijk boven water te krijgen. Maar aanwijzingen zijn er wel degelijk. Wie zoet was, wie stout was, hij schrijft het erbij. Het is duidelijk, dit gaat over dat grote rode boek ergens in een kluis waar wij niet bij kunnen. Tot zover Wereldblik met het Sinterklaasdossier. Productie en research Tom Brom. Presentatie en interviews Jan Ruys. Techniek Pieter van der Ploeg. Wereldblik is een rauwfaserproductie. Zo. Ja, daar hebben we.